Ik zie een advertentie op een datingsite van Lydia 53. En Lydia 53, die heeft zelf geen baan, geen opleiding, geen ambities. Maar die gaat gewoon eisen stellen. In haar advertentie. Die gaat eisen stellen. Lydia zoekt namelijk een hoogopgeleide, welvarende, succesvolle, niet rokende man van 35 met, even kijken, wat heb je? Oh, pats, humor. En dan een foto van Lydia erbij, dat je denkt, sorry schat, het spijt me heel erg, maar dit gaat niet werken, joh. Dit gaat alleen werken als er bij de mannen nog een advertentie staat met ideale droomprins, zoek dik, bleek, wijf met irreële eisen. Ja, gebrek aan zelfreflectie, geen bezwaar. Wat een foto, zeg. Er stond op, klik hier om te vergroten. Ik denk, nou ja, dat kan niet. De klote laptop voor mij is gewoon weer vastgelopen. Dat wijven met de dikke bek allemaal megapixels opgemaakt. Weet ik voor hoe dat werkt. Maar hoe dan ook, uiteindelijk hadden we dan besloten om bij haar thuis af te spreken. En ik zeg nog tegen, ik zeg, maar Lydia, waarom doe jij jezelf dit nou aan? Waarom ga je nou voor iets wat je helemaal niet waar kan maken? En toen zei ze maar, wat moet ik dan? Moet ik nou, omdat jij, die er zelf ook niet uitziet, mij toevallig lelijk vindt, moet ik daarom onder mijn niveau gaan zitten? Kom nou, kleine, rare, destructieve pinda. Ik zeg, hè? Ze zegt, hm?